Dit is eigenlijk vanaf dan tot nu wat ik eigenlijk heb gekocht. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Zo'n rosetje. En het is heel subtiel. Erg mooi. Die details erop. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Want ik heb de laatste tijd best nogal wat spullen gekocht. Ik heb denk ik een paar maanden geleden nog een shoplog gehouden. Dit is eigenlijk vanaf dan tot nu wat ik eigenlijk heb gekocht. Ik wil ook zeggen dat ik waarschijnlijk over twee weken mijn nieuwe rijlaars ga krijgen. Daar ga ik een aparte video over houden om ze gewoon gedetailleerd aan jullie te kunnen laten zien. Dus laten we beginnen. Ik dacht ik ga om en om doen. Eerst kleding, dan misschien een paar spullen. Weet je wel, gewoon een beetje om en om. Dan wil ik beginnen met iets wat ik tweedehands heb gekocht. Ik ging met Feline mee naar het paardenkamp in Soest. En daar was een super sale. En toen heb ik dit HV Polo dekje gevonden. En ja, hij is een beetje viezig hier. Maar zoals je ziet is die wel echt tweedehands. Want hier is deze een beetje kapot. En aan de andere kant... Oh, ik zet vast. Ligt die er echt af. En nou is dat niet heel erg, want dat kan ik gewoon zelf maken. En volgens mij hadden ze hem in de sale voor €7,50. Dus ja, als je zo'n dekje ziet liggen dan, en je helpt er een goed doel mee, dan neem je het gewoon mee natuurlijk. Deze heb ik gekocht bij de Country Mill. Dit is een trainingsshirt van Ariad. En hij heeft er best wel een mooi printje ook erop zitten. Een beetje, ja, ik weet niet, een patroontje heeft hij erop. En super handig, stel scherp, hallo. Ja. Van die gaten waar je duim erin kan. Dus het zit lekker helemaal over je hand heen. En ik heb hem in de maat. Kijk, ik heb een M. En hij valt best wel ruim. Maar ik heb best wel lange armen. En anders dan paste de armen niet. Iets wat ik ook tweedehands heb gekocht is dit halster. Een bruin leren halster. Ik weet niet welk merk dit is. Ik zou het echt niet weten. Maar hij is echt super. Echt heel erg mooi. Ik heb hem over kunnen kopen voor €10. Ik zou het thuis laten zien. Hij heeft namelijk van die bruine stiksels. Bruine stiksels, wauw. Hij heeft namelijk van die witte stiksels. En hij wil niet op het halster scherp stellen. Ja. Heel erg mooi. Die details erop. En dat maakt een leren halster, vind ik altijd wel heel erg mooi. En hij is in maat kop. Hij past echt precies aan bij Steve. Maar ja, weet je, voor €10 dan. Ja, ik heb er gewoon gaatjes bij geprikt en hij zit prima. Dan gaan we naar het volgende. En dat is ook iets heel erg leuks. Want ik heb namelijk op mijn stage slash werk heb ik mijn eigen logo mogen borduren op vesten. En dat is deze. En dit is gewoon een merk van wat zij heel veel borduren. Ik kan het niet uitspreken, Kliek. Volgens mij een Kliek. En ja, dit is mijn Steve logootje. Die hebben jullie waarschijnlijk wel vaker gezien bij mijn video's. En hij was een tijdje mijn intro. En deze is trouwens gemaakt, het paardje gemaakt door, ja, het heette eerst Gabby's, maar nu heet het Equino. En de rest eromheen heb ik zelf gemaakt. En ja. Dit is ook een beetje een trainingsvestje. Ik heb hem ook nog op een trui. En los heb ik hem ook nog, dat ik hem ergens op kan stikken. En het volgende, Ponytail & Co. En om te beginnen een super leuk doosje. Ja. Echt zo leuk. En ja, ik weet niet. De buitenkant is natuurlijk ook wel gewoon belangrijk. Maar nu ga ik laten zien wat erin zit. Ponytail & Co. heeft namelijk super leuke kleine armbandjes en sieraden en oorbellen en echt van alles. Ik heb deze uitgekozen met het rosetje. En hij is echt super leuk. Ja, ik vind hem echt heel erg gaaf. Zo'n rosetje. En het is heel subtiel, dus je kan hem ook gewoon bijvoorbeeld naar school dragen. En niet dat gelijk mensen zeggen, oh je bent echt een paardenmeisje. Niet dat dat uitmaakt, maar hè. Dat is niet hoe iedereen genoemd wordt. En ze hebben ook een Instagram en een website waar je de hele collectie kan kopen. En ze hebben echt paardenhoofdjes, zadeltjes, een borsteltje, klavertjes, hoefijzertjes.
echt heel erg schattig en heel erg leuk allemaal. Wat ik dan ook, die had ik trouwens op Jump in Amsterdam. Maar wat ik ook op Jump in Amsterdam heb gevonden, schoonmaken, is deze borstel. En dit is een sponsborstel die je kan gebruiken bij het wassen. En het leek me echt super handig, want Steve houdt niet zo van wassen. En als je met je handen alles moet gaan doen en het duurt allemaal zo lang. Nu is het sneller klaar in principe. Het is, je doet hier gewoon, ja, je maakt het nat, je doet er shampoo op en je kan gewoon makkelijk zo en wassen. En ja, baard is dus sneller schoon, denk ik, met deze borstel. Ja, ik moet het nog gaan uittesten, maar ik denk dat het werkt. En dat was 5 euro. En ik zou niet weten waar je hem meer zou kunnen kopen. Ik heb hem gekocht bij een stand naast de tribunes. Er staat op BR, maar ik weet niet of hij van BR is. En hij is bruin. Is ook wel mooi. En dan iets heel erg leuks waar ik echt super blij mee ben. Ik zal hem even dicht ritsen, want dan kan ik hem wat mooier laten zien. Dat is deze bodywarmer. En deze bodywarmer is van Spooks. En ja, het heet, is de Spooks Francis. Francis, volgens mij. En hij heeft echt super leuke details. Want dit is namelijk de voering van binnen. En die loopt echt gewoon letterlijk overal zo van binnen. En hij is ook, ja, ik weet niet. Hij voelt ook gewoon, het voelt gewoon dat het echt goede kwaliteit is, zeg maar. En hier heeft hij een logotje van Spooks. En aan de andere kant zit er nog zo'n klein leuk, ja, gewoon een leuke badge erop. Dat heeft wel echt een leuke toevoeging aan deze bodywarmer. En op de capuchon zit ook nog zo'n logo. Ja, en wat het leuke is aan deze, je kan hem echt gewoon, ja, helemaal dicht ritsen als je wilt tot aan boven, omdat er een rits rondom loopt. Dus ik zal nog wel even laten zien wat je nog meer kan doen ermee. Oké, ik kan hem natuurlijk gewoon zo dragen. Ik bedoel, lekker luchtig. Je kan hem ook helemaal open doen. Ik bedoel, het kan ook. Maar je kan hem dus ook gewoon zo dichtritsen. En hoe kouder het wordt, je kan hem gewoon als een kraagje gebruiken. Dus dat is echt, ja, dat is best lekker. En hij zit ook gewoon heel erg mooi. En hij is echt lekker warm, want ik heb hem gisteren aangehad toen het lekker zonnig was. En het was denk ik 6 graden. En ik heb de hele dag tot en met 7 uur of 8 uur 's avonds alleen in de bodywarm gelopen met een trui eronder. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Dit is echt gewoon, ja. Ik heb namelijk nog een bodywarmer en die heb ik gekregen van de countrymail van Equitheme. En ik merk, die is wat dunner. En ja, ik weet niet, ik vind Spooks sowieso gewoon een heel erg leuk merk. En ja, twee bodywarmers zijn allebei donkerblauw, maar deze is iets dikker. Dus dat is ook wel heel erg lekker. Oké, en het volgende wat ik jullie wil laten zien is ook een kleding item namelijk. En die hebben jullie misschien al eerder gezien in een van mijn Christmas vlogmas video's. En dat is deze die ik ook heb gekocht bij de countrymail van BR. En het is echt een super fijn, ja, ook een trainingsvest, maar dan lekker warm. Een mooi logootje van BR hier op de arm. Maar wat het leukste is van allemaal, dat is prachtig. Overal zit er van dat zachte, fluwelerige bont idee van binnen. Ook zelfs helemaal in de armen. Dat is geen arm. Zelfs in de armen zit het helemaal. Kijk maar. Echt super lekker. Dus je kan wel voorstellen dat deze echt super warm is. En ik denk dat die ook gewoon prima in de zomer kan. Bijvoorbeeld als je eventjes in de ochtend of richting de avond gaat rijden of iets gaat doen. En lekker voor het voorjaar, najaar. Eigenlijk altijd. Ik kan ook gewoon in de zomervesten dragen namelijk. Dus met deze ben ik ook heel erg blij. En hij zit ook super mooi. En ik heb deze in de maat XS. Ja, ik ben 1,80, maar ik kan echt van XS tot een L aan. Het ligt er maar net aan wat het beste valt. Ik ben zelf best wel dun. Maar omdat ik ook weer lang ben, moet ik daar soms ook natuurlijk even naar kijken. Oké, mijn camera viel eventjes uit, want hij was vol. Maar we gaan weer verder over wat dit is. Ik heb die namelijk gekregen van mijn sponsor. En zij maken Bibi Lastics. En hier komt nog een volledige uitlegvideo over een andere keer. Maar ik zal wel een heel klein beeldje plaatsen van hoe het in zijn werking gaat. Bibi Lastic die maakt, zeg maar, ja, dit is een hulpmiddel.
Ik zal even het logo laten zien. Dit is hun logo. En het zit hier op de zijkant. BB Lastic is een hulpmiddel die je achter je paard langs doet. Dus hij zit zeg maar net achter de kont zeg maar, van je paard naar een longeursingel of je singelstoot van je zadel. En dit zorgt ervoor dat de bielspieren en de rugspieren gewoon een goede krachttraining krijgen. En dat ze hun rug en achterhand goed gaan gebruiken. En nou, meer uitleg komt hier dus over een andere keer. Maar ze hebben ook nog hele andere leuke kleuren zoals oranje, blauw, roze en rode die ik dus heb gekozen. Hiermee ben ik ook heel erg blij. Ik heb er al een paar keer mee geoefend. En ik merk echt vooruitgang bij Steve. En dat is niet omdat ik het heb gekregen. Want ja, weet je, als het niet werkt dan zou ik het ook gewoon zeggen. Want ik kan niet doen alsof het werkt. Want Steve moet het toch echt gaan laten zien. Maar hij krijgt hierdoor veel betere balans. En hier ben ik dus ook heel erg blij mee. Dan gaan we alweer naar het ene laatste dingetje toe. En dat is... dit shirt van Kingsland. En hij lijkt op de camera erg bruin, maar hij is een olijfgroenige kleur. Maar sommige momenten is hij bruin. Sommige momenten is hij legergroen, je weet het niet met dit shirt. Hij is van alles. En hij is van Kingsland en ik heb hem op Jumping Amsterdam gekocht. Je ziet allemaal KL letters erop staan. En de mouw heeft een leuk detail van Kingsland. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja, ik vind details soms gewoon best wel belangrijk. En hij is echt heel erg warm. Maar ik denk dat hij ook gewoon heel erg lekker is voor in de zomer. Ik denk gewoon eigenlijk elk seizoen. Maar dat kan ook aan mij liggen, want ik kan ook gewoon bij wijze van spreken een vliesvest in de zomer dragen. Dus ja, ik heb een maat S. En hij valt voor mij best ruim. En ja, ik ben er echt super blij mee, want hij zit echt heel fijn. En het is best wel een neutrale kleur, dus dat kan ik bij best wel veel dingen aandoen. Ik heb alleen een rijbroek die precies hiermee matcht qua kleur. Dus dat is best wel lastig. Vooral omdat ze in elk licht beide in een andere kleur veranderen. Dus zeg maar, dan kan ik ineens een groen shirt hebben op een bruine broek of andersom. Het is een hele gekke kleur. Ik weet nooit zo goed wat ik ermee moet, maar ik ben er wel heel erg blij mee. En dan het laatste wat ik heb gekocht. Ik heb nog wel meer gekocht natuurlijk. Alleen sommige dingen die heb ik al echt heel veel gebruikt bijvoorbeeld. Of dat ik gewoon even niet meer weet waar die zeg maar per se liggen. Of dingen die ik echt zoveel gebruik dat ik die eigenlijk niet op stal kan missen. Want deze dingen heb ik even mee naar huis genomen. Maar dat is dus deze nekroop. En hiermee heb ik ook een liedroop tegelijkertijd besteld. Want mijn liedroop van Horse Charms was een beetje kapot gegaan omdat Steve elke keer wegrende en erop ging staan. En helaas kon het touw dat weer net niet aan. En bij dit touw heeft hij er ook al 10 keer op gestaan. Dus deze begint ook wel redelijk te slijten. Helaas, Steve is een paard die zich lostrekt. En dan gewoon 20 keer op zijn touw gaat staan en maar door blijft rennen. Omdat hij denkt, ik moet gras eten. Dus echt super fijn. Maar goed. Deze nekroop heb ik erbij besteld omdat ik een leuke code had. Deze komt van Equiplay. Equiplay is het. En zij organiseert ook Equiday. Maar ik heb hem gekozen in de kleur karamel. En ik heb namelijk een donkergroene en een grijs gemeleerde. En ja, ik weet niet, ik vond dit gewoon een hele mooie kleur. Dus ja, met deze ben ik ook echt best wel blij. En hij staat ook heel erg goed op Steve. En ik heb het ook al een paar keer uitgetest. Het is niet dat het al perfect gaat, maar hè? Ergens een begin. Dit waren eigenlijk alle spullen die ik kon laten zien aan jullie. En over 2 of 3 weken komt, als het goed is, een video ook over mijn nieuwe rijlaarzen. En dan vertel ik alles daarover, want ik ben al eigenlijk 8 weken aan het wachten erop. Het is wel heel erg lang, maar ja, ze worden helemaal gemaakt. En ja. Ik kreeg ook de vraag, waarom ga je rijlaarzen kopen als je nog niet rijdt? Maar toevallig rijd ik en dat was ook de planning. En ja, nu ik waarschijnlijk als ik die rijlaarzen binnenkrijg, rijd ik gewoon 2 keer per week. Dus dan komen ze echt super goed van pas. Want mijn rijlaarzen van nu, die pasvorm is gewoon niet meer zo goed voor mijn benen. En ze zijn ook iets te kort en ze bieden gewoon niet zo heel erg veel steun meer aan mijn enkels, wat ik wel heel erg nodig heb. En ik kan dus echt niet wachten tot ik die dingen binnenkrijg. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij met deze spullen die ik allemaal heb laten zien aan jullie vandaag. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video.
doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als het jou leuk lijkt om mij vaker te volgen. En ja, tot de volgende keer dan. Doei doei. Oh, er zit gewoon een zwart stipje op mijn neus. Ja. Fijn dat ik er niet van achter kom.